En ja, dit is een speciale video voor een kleine oproep te doen. Ik wil een hele mooie video maken, allemaal waar jullie in voorkomen. Dus stay strong wil ik doen. Dus applaudisseer voor de verpleegkundigen, verpleegsters. Noem maar op de mensen die nu momenteel nog altijd aan het werk zijn in deze crisistijden van corona. Want ik wil daar echt een hele mooie filmpje van maken. En deze ook dan gaan verspreiden op internet. Met jullie beelden erin. Dus heb je een heel mooie videoke, maak er eentje. Stuur het dan op naar info@cycotv.be. Dus ik herhaal info@cycotv.be. Ik zal het hieronder ook in het videoke schrijven. En stuur je videokes ook op. Of maak een tekening of echt een dankjewelwoord naar de hulpverleners toe die nu dag en nacht voor ons klaarstaan. Dus ik hoop dat deze video ook wordt gedeeld en dat er heel veel reacties op gaan komen, want ik wil echt een heel mooie filmpje maken. Bij deze. Hallo allemaal en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remus. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan ook niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan weten jullie het rijden en zeilen van wanneer dat ik een nieuwe video heb geüpload. Bij deze coronatijden, ja, wij moeten jammer genoeg hier in onze kot blijven. Wat gaan we vandaag doen? Jawel. We gaan hier vandaag beginnen schoon te maken en op te ruimen. De kassen gaan we leeghalen. Kassen uitkuisen. Terugvullen. En dan ook die mandjes gaan we ook helemaal leegmaken. Gaan we ook hervullen. Dat alles heel mooi gesorteerd staat en al. Met deze tijden ja, heb je gewoon te veel tijd voor je eigen. Ik zal het zo zeggen. Dus benut ook uw tijd en al. Waar ik ook momenteel mee bezig ben, zijn de vlogs terug in elkaar aan het steken. Ik heb een kleine oproepje gedaan op Facebook voor een video te maken, waar jullie dan ook in voorkomen. Daar ga ik ook binnenkort aan de slag dan bij, dat het ook een hele mooie video gaat worden voor de hulpverleners die nu momenteel dag en nacht staat. Dus dan bedoel ik zo gelijk die mensen. Het wit-gele kruis. Die daar staat. Je ziet het niet soms zo. Voilà, daar. Het wit-gele kruis. Ik zal even altijd moeten wat bewegen. Dus die staan ook paraat voor de oudere mensen. Wie er ook nog voor de oudere mensen klaarstaan, dat is heel veel bevolking. Die nu ook een handje helpen aan elkaar. En dat vind ik echt top, 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 top. Mijn schatje. Die zit er ook nog wel even zo wat... Slaperig erbij. En ik had liever niet dat ik mij filmde. Waarom niet, schatie? Omdat ik mij nog moet douchen. Ze moet daar nog douchen, dus ze gaat nog zelfs nog douchen. Voilà, bij deze, dan weten we dat ook weer al. Het is ook mooi weer. Dus dan gaat zelfs ook, als het namiddag is, ga ik ook even deze raam wagenwijd opengooien. We gaan er vandaag redelijk wat doen. Maar we proberen wel binnen te blijven. Ofwel hier gewoon even op de koerken. Hier wat wabbelen met elkaar. Hebben we toch niks anders te doen. En ja, laten we het initiatief nog maar stromen. Wat doen jullie allemaal voor jullie bezig te houden? Laat het hier in de reacties weten. Mensen, ik ga nu nog even naar de winkel toe. Dit mag nog altijd. Daar ben ik wel blij om. Oh yeah! We gaan met Q-Music gaan we even aan op pad. Om naar de Carrefour te gaan. Weer zo snel moet ik dan wel ook terug te zijn voor mijn schatje. Amai, die is al ver. En ik moet ook wel een chapeau toewensen aan de mensen die de voedselpakketten rondbrengen. Want het is nu het rondbrengen van de voedselpakketten, dus je mag nu niet meer naar die voedselbanken gaan. Maar ze vrezen ook door het hamsteren dat
er voedselbanken moeten gaan sluiten, omdat er dan voedsel te weinig is voor hun. Dat heb ik ook al gemerkt, qua het aantal zakken en al. Het is niet meer zoveel wat ze krijgen. Even dan naar de Carrefour gaan. En de enkele auto's die hier rondrijden. Oh my god, die plein begint leger en leger te geraken bij Kristal Alke. Holy shit, zo leeg heb ik die eigenlijk nog nooit gezien. Maar er zijn nog genoeg vaten. Dus mensen, er zijn nog genoeg vaten. Dus je kunt nog altijd gaan drinken. Maar ja, als je geen vat kunt aansluiten, dat is ook wel een klein beetje kut. Voilà, daarbij. Dus ik ga nu niet hamsteren. Ik ga gewoon de winkel in. Mijn benodigde spullen ga ik halen. En dan is alles oké. Voilà. Rijstreeks voor de deur. Mooier kan ik het niet hebben. Ik heb dus mijn inkopen gedaan. Ja, jullie zien nu, mij ook niet echt praten, dat ik een handdoek tussen voor mijn mond heb voor, ja, jullie weten het, hè, de coronavirus. Gaat het? Als dat maar snel voorbij is, want ik haat deze maatregelen. Oh. Juist nog even naar de dagwinkel moeten gaan, hier in de Carrefour. Geen sigaretten meer voor mij. No. Dat doet pijn. Dat doet hard pijn. Maar ja, ik kan het niet anders. Er. Dus ik heb ook mijn inkopen gedaan. Morgen kan ik macaroni met kaas en nes maken. Voor de verandering. En blijkt dat dat ook Jan zijn lievelingskost is. Van familie. Ook via deze weg wil ik ook nog altijd de familieleden van Xavier Waterslagers en al bedanken. En heel veel steun met deze moeilijke tijden. Voilà. Ik heb een inkopen gedaan. En nu ga ik verplaatsen. En mensen, hou ook voldoende afstand. En leef ook als verlichtingmaatregelen op. Het is van cruciaal belang, want we hebben nu een stabilisering van de qua coronavirussen. Dus ik hou dat nog letterlijk en figuurlijk in de gaten. In een auto kun je het terug uit doen. Echt. En je ziet, de politie is hier ook aan het patrouilleren. Oh ja. Met twee zijn ze zelfs. Ach ja, maakt niet uit. Ik heb geen controle, dus ik heb mijn boodschappen gedaan en dat mag. Heel raar. Zijn de politiemannen nu naar daar gereden? Nee. En die moeten blijven werken, dat snap ik niet. Nemen ze toch geen voldoende afstand? En in één keer zijn die gewoon in één keer footsie. What the fuck? Waar zijn die naartoe? Maakt niet uit. Ik blijf gewoon in mijn dingen. Ah, daar ginder staan ze. Oho, die staan al redelijk ver. De politie. Ja, er wordt echt streng gecontroleerd dat je geen samenscholingen doet en al. Dus dat vind ik weer al een positieve punt van Kortom-Borgloon, politie Kortom-Borgloon. Jullie doen echt jullie best, daar ben ik ook al echt heel blij om. Maar alleen jullie vergeten wel één straat, dat is de Begonialaan. Want daar zitten veel wandelaars. Soms meer met twee personen. Die wil precies oversteken. Doe dat niet als er een camion komt. Hehe. Voilà. Ik ga nu rustig en wel terug naar mijn appartementje toe. Ah.
dat is ook de eerste keer dat ik eigenlijk praktisch geen geld uitgeef aan niets. Dus ik heb gewoon nu mijn standaard posturen opgevolgd. Gewoon, ik heb nu al één product twee keer gekocht. Dat zijn die hespenblokjes, maar dat eten we zo graag bij onze macaroni met kaas en hesp. Maakt niet uit. Ik heb niet gehamsterd. Ik heb echt niet gehamsterd. Dus denk daar maar aan. Ik heb niet gehamsterd. Ah. Oh. Ja, hier zijn wel redelijk veel wandelaars. Ik zeg het alleen maar. Maar ja, maakt niet uit. We zijn hier bijlicht. Tijdens de coronatijden. Oh, zo schattig. Oh. Ja. En eigenlijk mag dat niet, hè? Dit mag wel. Met geliefdes mag dat wel. Hé, mensen. Dus. Oh, ze is echt aan het genieten. Dus mensen, ik ben ook veilig en wel terug thuis geraakt op mijn appartementje. Ik heb de vlogs al zitten uploaden. Zitten te renderen. Ik heb een nieuwspostjes of twee gemaakt. Eentje over mijn vlogs. Andere over weer over LAN-parties die weer zijn gecanceld of verplaatst zijn. En ik heb deze keer wel eens goed nieuws in mijn vlog. De curve is gestabiliseerd. Dus er zijn nog wel besmettingen bijgekomen. Maar niet meer zoveel hier in België. Dus het stabiliseert al. Dus we hebben het met hun haarvelken al vast, de coronavirus. Dus het komt allemaal wel goed. Echt waar. En binnenkort zijn we er wel vanaf. Als we het zo allemaal volhouden, dus echt goed binnen blijven. Blijf in uw kot. Van Maggie de Blok zijn woorden, blijf in uw kot. Dan doet iedereen daar ook goed aan voor mindere besmettingen te veroorzaken en al. En ik ben ook vandaag naar de winkel geweest en het hamsteren is ook nog altijd bezig, heb ik op sommige plaatsen gehoord. Maar in alle kanaren ben ik echt heel blij omdat jullie niet hamsteren. Blauw duimpje omhoog. Echt waar, een blauw duimpje omhoog. Maar ik ga niet de locatie zeggen. Want ik heb vrees dat er dan andere gemeentes ook naar onze gemeente gaan komen. Alleen moet ik ook wel zeggen, pas op als je in onze gemeente komt. Want wij als Alkenaren zijn ook heel hard getroffen door coronavirus. Heel hard. Dus ik volg dat ook allemaal op. Bij deze, ik heb nog altijd last van mijn arm, bovenarm. Het is stel ik eens aan verbeteren, maar deze zijn tijd nodig. Maar dat komt wel goed. Ik ga nu even kijken nog wat televisie kijken, wat films kijken. Wat moet nog een mens nog niet meer doen? Als ik nog iets anders ga doen, laat ik het jullie weten. Ik ga nog de vlog nog niet afsluiten. Nog op de dag van de corona. Lockdown. Tweede dag. Macaroni met kaas en hesp maken! Oei oei oei, het gaat overkoken. Even wat blazen. Nu nog even de hespenblokjes bij toevoegen. Dan een paar seconden geduld hebben. En dan is mijn macaroni met kaas en hesp klaar. Dan kan ik gaan eten. Dus ik ga lekker macaroni met kaas en hesp eten. Ja, beste mensen. Het is bijna 8 uur. Dus roepen hier in België op om elke avond om 8 uur tot 7:55 een applaus te geven voor de zorgverpleegkundigen die nu dag en nacht klaarstaan voor de coronapatiënten. Dus ik ga hier, ik zeg hier nu ook al op mijn koerke hier buiten, ik ga meedoen. Om 8 uur ga ik een applaus geven. Echt waar, jullie verpleegkundigen, jullie verplegers. Echt waar, chapeau, wat jullie allemaal doen voor ons in veiligheid te brengen. Voor deze coronavirus kapot te krijgen. Chapeau, blauw duimpje omhoog voor alle hulpverleners. Ik vind dat deze keer deze video echt een duimpje omhoog verdient. Echt waar,
alle hulpverleners. Dankjewel. Dus, ik heb nu 5 minuten aan een stuk een applaus gegeven voor de zorgkundige en al. Oh, mijn handen. Hehe. Maar ik heb het er allemaal voor over. Elke avond om 8 uur. Om 8 uur, alstublieft, kom naar buiten. Geef een applaus, 5 minuten lang. Ik als YouTuber roep het ook op om dat ook te doen. Gelieve deze mensen echt een hasje onder de riem te steken. Probeer dan ook mondmaskers en dergelijke te maken. En ja, schenk die alstublieft aan de ziekenhuizen en de rusthuizen, want hun hebben het nodig. Ik ga nu terug naar binnen toe. Ik ga terug naar mijn schatje toe. Voilà. Je ziet, zelfs op de gang hou ik nog even mijn mondmasker aan. Want je weet echt nu niet meer wie echt besmet is en niet besmet is. Dus pak je voorzorgsmaatregelen. En mijn schatje was ook wakker. Want ik zag u aan de raam. Ik heb 5 minuten geapplaudisseerd. Ja, eigenlijk is dat wel iets langer. Ik was mij dan opgejagen van het blad. Ja, maar dat is voor de hulpverleners, hè? Dat weet ik, maar dat moet toch niet zo lang als je ja, een paar keer klapt, dan is het ook al goed voor de hulpverleners, hè? Ja, maar VTM roept het op, iedereen roept het op voor 5 minuutjes. Meer serieus? Niet. Ja. En ik... En ja, en mijn klapjes zijn heel hard. Ja. Dat moet je echt even horen. Want dat was een mooie echo. Tak, 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 tak. Maar bij deze gaan we ook de vlog hier beëindigen. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Zeker nu niet, met deze moeilijke tijden. Vergeet ook... hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte van wanneer dat er een nieuwe video online is gekomen. Dankjewel weer om een deel uit te maken van mijn leven. In de quarantaine leven momenteel. Maar ik probeer er nog altijd iets goeds van te maken. En ik hou er zoveel van mijn schat. En nu gaan wij naar familie kijken. En dan ook naar Enzo Knol kijken. Alsjeblieft. Ik verloor me even en mijn voet kwam uit op de grond. Oeps. Sorry, ja, maakt niet uit. Maar ja, bij deze, ik ga nu hier de vlog afsluiten. Tot morgen. Yo.